Dit is de bewuste factuur die VTM Nieuws kon inkijken. Van Optima voor een bedrag van €28.737. Bij de beschrijving staat doorfacturatie kosten Artevelde Stadion. Niks over een vliegtuig naar Cannes. Die is niet nader gespecificeerd. Dat lijkt allemaal heel bizar. Als je kijkt naar die factuur van 2005, dan is er totaal geen link met de MIPIM-beurs in Cannes van 2005. Dus wat heeft Optima gefactureerd aan die vennootschap? Dat blijft mij ook een raadsel en we zullen dat verder onderzoeken. Bovendien dacht iedereen dat die factuur betaald was door de stad. Maar nu blijkt ze gericht aan de CVBA Artevelde. En dat is verdacht, zegt de oppositie. Die factuur is gericht niet aan het stadhuis, maar wel aan een vennootschap waar Optima zelf ook deel van uitmaakt. Men factureert hier eigenlijk aan zichzelf. En als dat waar is, is dat natuurlijk onaanvaardbaar. Daniel Termont zelf wil er niet op reageren. Gisteren kreeg hij daarover tijdens de Optima-commissie een vraag. Maar een duidelijk antwoord kwam er niet. Is dat een inschatting? Ik laat het aan uw keuze over. Het is een feit dat die Artevelde, waar de stad op dat ogenblik nog niet bij zat, die vlucht heeft betaald. En ja, dus het is wat het is. Ik geef het u voor wat het is. De commissie wil nu alle facturen van Optima naar de CVBA Artevelde inkijken om te controleren of er sprake is van gesjoemel.